Dag 512. Vandaag komen er veel updates vanuit het oosten. Allereerst wat betreft de strijd om Krasnover-Rivka, begonnen de Russische troepen te beseffen dat ze zichzelf in een grote val hadden gelokt door de kolenmijn tot het belangrijkste doelwit van hun aanval te maken. Het grootste probleem waar de Russen nu mee zitten is dat Oekraïners hun bevoorrading hebben afgesneden en hun onophoudelijk blijven aanvallen met drones en artillerie. Voor Oekraïners was het veel gemakkelijker om hun posities hier te behouden. Omdat de kolenmijn zich 500 meter ten zuiden van de nederzetting bevindt, die ze via de boomgrens kunnen bereiken. Russische troepen moeten zich daarentegen blootstellen aan drones en artillerie om eigenlijk twee redenen. De veiligste route die ze hebben is ongeveer 3 kilometer lang en er zijn onvoldoende boomrijen hier, waardoor ze meer dan 1 kilometer hiervan door een open veld moeten oversteken. Uit recent uitgebrachte gevechtsbeelden blijkt dat de Russen de helft van hun troepen verliezen tijdens de rotatie of versterking. De Oekraïnse troepen zagen dat deze situatie een perfecte gelegenheid was om clustermunitie te gebruiken en ze vestigden daarom 24 uur per dag controle over dit kleine gebied tussen de twee boomgrenzen. En wanneer de Russen het oversteken, openen Oekraïners onmiddellijk het vuur op hen. Als het de Oekraïners niet lukte, om de hele eenheid met regulier geschut uit te schakelen en de Russische troepen zich verspreiden, volgden ze het direct op met klussenmunities. In totaal, puur en alleen al gebaseerd op de uitgebrachte gevechtsbeelden, stegen de Russische verliezen van hun operatie bij de kolenmijn tot meer dan 10 tanks en gepanzerde gevechtsvoertuigen en ongeveer 150 man. Terwijl de Russen deze positie blijven vasthouden, neemt het aantal gedode en gewonde soldaten elke dag dramatisch toe. Het lijkt erop dat de Oekraïners geen haast hebben om een tegenaanval uit te voeren. Ze putten namelijk zo geleidelijk de Russische reserves uit en wachten tot de detachementen die verantwoordelijk zijn voor deze operatie hun kracht om door te vechten verliezen. Ondertussen werd er meer informatie bekend over de succesvolle raketaanval op de Russische militaire basis in de Krim. Vandaag heeft Planet Labs satellietbeelden vrijgegeven die laten zien hoe de basis eruit zag voor. En na de aanval. Zoals je kunt zien, werd de helft van de basis volledig weggevaagd. En dit is precies ook de helft waar de Russen hun barakken en opslagplaatsen hadden. De westelijke zijde werd voor een groot deel gebruikt voor parkeren. Na het zien van de satellietbeelden concludeerden veel analisten dat er geen kans was voor de soldaten op de grond om dit te hebben overleefd. Echter, tot op dit punt zijn er nog geen officiële cijfers bekendgemaakt. Als reactie op succesvolle Oekraïnse aanvallen heeft de Russische luchtmacht hun inspanningen verdubbeld om Oekraïnse havens te vernietigen en de mogelijkheid van de verlenging van de Kraanovereenkomst te elimineren. Dit keer werd Mykolaiv het belangrijkste doelwit van de Russische aanval. Mykolaiv heeft veel havens in de regio die worden gebruikt voor de internationale handel. Helaas zijn naast de havens ook meerdere drones en raketten op woongebieden terechtgekomen. Sommigen hebben enorme kraters in achtertuinen achtergelaten, terwijl anderen hele gebouwen hebben vernietigd. In totaal raakten vijf woonhuizen beschadigd en raakten 19 burgers gewond of gedood. Naast de stad Mykolaiv vernielden de Russen ook een woonhuis in Orchakiv en een plaatselijk administratiegebouw in Odessa. Afgelopen nacht lanceerden de Russen 19 raketten en 19 drones. En helaas bereikten veel van deze hun doel. De woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht verklaarde dat de Russen veel KH-22 en Onyx-type raketten gebruikten die de Oekraïners niet kunnen neerhalen. De KH-22 raketten halen een snelheid van meer dan 4000 km per uur, zowel 1,1 km per seconde op een ballistisch traject, wat betekent dat alleen Patriots ze kunnen neerschieten. En er zijn niet genoeg Patriot systemen om ze in elke regio te plaatsen. ONIX-raketten vliegen daarentegen extreem laag, wat ze zeer moeilijk detecteerbaar maakt. Als reactie op dergelijke ontwikkelingen kondigde het Witte Huis aan dat ze zouden helpen bij het verbeteren van de beveiliging van de havens door middel van het leveren van middelen om effectief om te gaan met Russische raketaanvallen en droneaanvallen. Op dit moment is niet precies gespecificeerd wat er in het volgende hulppakket zal worden opgenomen. Maar het enige dat bijvoorbeeld de aanval van vandaag had kunnen voorkomen zijn meer Patriot-systemen. Interessant genoeg kondigden Russische functionarissen aan dat ze alle schepen die naar Oekraïne komen als militaire doelwitten zouden beschouwen. Maar Oekraïners reageerden wederzijds en verklaarden dat alle schepen die naar Russische havens komen ook als militaire voorraden zouden worden beschouwd en dus ook militaire doelwitten zouden zijn. Hoewel het waar is dat Oekraïners niet over de capabiliteit beschikken. Om echt alle schepen te kunnen aanvallen, kunnen de Oekraïners dit wel degelijk. En zullen de verzekeringsmaatschappijen door deze aankondiging desalniettemin stoppen met het verzekeren van schepen die naar Rusland gaan? Wat betekent dat de Russische handel over zee aanzienlijk zal leiden? Dit was een slimme, goedkope en zeer effectieve economische tegenaanval, wat misschien Rusland terug aan de onderhandelingstafel zal dwingen op het gebied van de graanovereenkomst. Bedankt voor het kijken. Like en abonneer voor meer dagelijkse updates uit Oekraïne en ik zie je in het volgende rapport.